Vandaag ga ik iets delen en niet presenteren. Nee, vooral niet presenteren. Ik geloof namelijk in geven is delen en delen is vermenigvuldigen. En waarom? Dat ga ik vandaag met jullie delen. 6 jaar geleden startte ik aan de opleiding Vrije Tijdsmanagement aan NHTV in Breda. Ik was toen een jong verlegen meisje, wat erg van aanpak hield, maar het ook best wel moeilijk vond om die eerste stappen te zetten. Ik vond het best wel spannend om op een opdrachtgever af te stappen en me kwetsbaar op te stellen. En dat was bij mij zelfs zo erg, dat als ik op een opdrachtgever een gesprek had, ik spontaan een jong giechelend meisje werd met een enorme rode kop. Maar ondanks dat was ik ook vastbesloten mijn droom achterna te gaan. En op dat moment was het mijn droom om verhalen te vertellen en te bedenken in het vrije tijdsveld. Verhalen zoals de Efteling bijvoorbeeld doet, rondom zijn attracties. De Vliegende Hollander bijvoorbeeld. En op weg naar die droom ben ik met heel veel opdrachtgevers in gesprek gegaan. En kwam ik erachter dat ik het Spaans benauwd kreeg van de druk en de hiërarchie die in zo'n gesprek was. Die hiërarchie die ontstaat op het moment dat je het over een zakelijke deal hebt. Een zakelijke rel. En in coachgesprekken kwam ik dus ook achter dat ik gewoon niet zo goed met die druk om kon gaan. En dat ik voor mezelf een zoektocht moest gaan starten in wat situaties ik wel goed kon functioneren. Vanaf mijn 2e studiejaar ben ik een speciale richting gaan doen, genaamd Performatory. Performatory is anders georganiseerd dan het traditionele onderwijs. Performatory is een netwerk waar studenten, docenten en professionals uit het werkveld samen aan het leren en creëren zijn. De docent en de opdrachtgever vertellen dus ook niet hoe het moet, maar die gaan samen met de student op ontdekkingstocht uit. En samen gaan ze leren. En in die periode kwam ik ook achter wat de kracht is van een organisatie die georganiseerd is als zo'n community. En als ik het heb over die kracht, dan kom ik even terug wat ik in het begin zei. Over dat geven is delen en delen is vermenigvuldigen. Het mooie van een community vind ik namelijk dat iedereen indirect met elkaar in contact staat. Je kent niet iedereen, maar via kom je wel met elkaar in contact. En om die waarde nog beter te visualiseren, heb ik altijd een voorbeeld. En dan heb ik even hulp nodig van iemand. En ik wil graag, Koen, wil je mij helpen? Ik heb hier 2 briefjes van €5. Ik geef er eentje aan jou. Dank je. Die andere hou ik zelf. Stel, Koen, wij komen elkaar tegen. En we gaan een zakelijke deal aan, waar we afspreken dat we die €5 gaan ruilen. Dat hebben we van tevoren bepaald, dus van tevoren afgesproken. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we allebei weer weg. En dan gaan we allebei weg met precies het afgesproken bedrag. Precies die €5. Het is niet meer geworden, hè? Het is nog steeds die €5. Op zich ook mooi, daar kan je heel veel leuks mee. Maar stel nou, Koen en ik komen elkaar tegen in zo'n community. We hebben allebei gave verhalen. En ik heb jouw verhaal net al gehoord. Dat is ontzettend mooi. Stel nou, ik deel ook mijn verhaal met jou. En jij deelt jouw verhaal met mij. En we gaan allebei weer weg. Dan gaan we allebei weg met 2 ideeën. 2 gave inspiraties. 2 gave verhalen. Het is hier vermenigvuldigd. Het is dus meer waard geworden. En als Koen en ik naar allebei de community ingaan, allebei het netwerk ingaan. En allebei niet alleen ons eigen verhaal vertellen, maar ook het verhaal van die ander. Dan ontstaat een soort proces, wat ik het vermenigvuldigingsproces noem. Het multiplying proces. Het geld kon dus niet van waarde veranderen. Die €5 zal altijd €5 zijn. Maar een verhaal, een idee, een inspiratie kan in zo'n community nog veel meer worden. Het kan nog veel groter worden. Maar daar zijn we wel samen verantwoordelijk voor. Dankjewel. Dank je. Waarom kan ik in deze situatie nou wel zo goed functioneren en die andere situatie met die opdrachtgever, waar we het hebben over zakelijke rel, niet? Met die opdrachtgever hadden we van tevoren bepaald wat ik moest gaan leveren en er komt er ontzettend veel druk bij dat ik het ook wel echt daar ga voldoen. Die opdrachtgever gaan dan echt bepalen of het echt wel goed genoeg is. In deze tweede situatie waren Koen en ik allebei verantwoordelijk. We hadden allebei eigenaarschap of er iets zou gebeuren of niet. Het kon meer gaan worden, of niet? En als ik dan even terug ga naar Performatory, waar we heel erg werken met dit gedachtegoed, van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, dat was daar niet ineens uit het niets. Daar hebben we heel lang aan gebouwd om te zorgen dat iedereen in dat gedachtegoed gaat werken. En in dat gedachtegoed, dus niet dat zakelijke ruilen, maar in dat ontdekkingstocht gaan en dat verantwoordelijkheid daar ook in nemen, echt landt. Dat hebben we gedaan aan de hand van de kracht van vertraging. Dus juist door vertraging iedereen mee te krijgen. Want als je niet iedereen meekrijgt, worden beslissingen en wordt alles nog steeds beslist van bovenaf. En als je het onderaf krijgt, dus vanuit de mensen zelf, dan krijg je een zelforganiserende organisatie. En natuurlijk zijn er wel enige structuren en kaders voor nodig om te zorgen dat het proces in zijn groep echt op gang komt. En ik doe dat eigenlijk, dat proces breng ik eigenlijk altijd op gang, door chaos te creëren. Dan denk je, chaos? Ja, chaos. Want juist als je chaos creëert, krijgen mensen nog meer behoefte aan orde en aan structuren. Mensen gaan zelf die kaders, die structuren bouwen. Je krijgt dus echt dat gevoel van een verantwoordelijkheid en van eigenaarschap. Het wordt dus niet meer van bovenaf bepaald, die kaders, maar van onderaf. En deze manier van organiseren, waar je dus orde creëert door chaos te maken, noem ik chaordisch organiseren. Inmiddels ben ik trouwens geen student meer, maar ben ik docent aan Performatory. En wat ik daar doe? Eigenlijk dit, de hele dag verhalen vertellen. Ik vertel verhalen, niet zoals in de Efteling, nee, ik vertel verhalen om mensen in beweging te zetten. Ik vertel verhalen die chaos creëren. Ik vertel verhalen die ook weer zorgen dat mensen die structuren en die orde gaan bouwen. Ik vertel verhalen die verbindingen leggen tussen andere verhalen. En ik vertel verhalen die dat multiplying proces op gang brengen. En natuurlijk vertel ik ook wel eens mijn eigen verhaal. En haal ik zelf ook heel veel uit die community. Een mooi voorbeeld daarvan is wel, toen een aantal maanden geleden de organisatie van TEDxBreda, de volwassen versie, naar Performatory kwam, met de vraag of er mensen waren die de organisatie wouden overnemen. Want zij zouden in zijn geheel mee stoppen. En ze zouden het eigenlijk ook wel jammer vinden als er geen TEDx meer kwam. En toen die vraag de community in kwam, wees iedereen gelijk mij aan. Daan, die moet je hebben. Die vindt het een tof project. Die praat veel over TEDx. En die kan het ook zeker aan. En toen ik die kans kreeg, heb ik het natuurlijk met beide handen aangepakt. En ik ben inmiddels, niet alleen meer, maar gelukkig met een groep van 20, 25 man, keihard uit knallen om volgend jaar weer in Breda een TEDx te organiseren. En die vraag die kwam alleen bij mij doordat ik mijn verhaal durfde te delen. Net als dat ik hier vandaag sta en mijn kijk op delen met jullie deel. En ik hoop hiermee een heel klein beetje van dit gedachtegoed aan jullie hebben overgedragen. En ik vraag jullie ook vooral om vandaag, als je hier straks weggaat, niet alleen maar je eigen verhaal te vertellen, maar ook de verhalen van andere mensen. Want als we het samen gaan delen, dan krijgt het pas echt waarde. Dankjewel.